is probeer altijd erop te letten dat de spatie, dus de hoogte van uw snaren, dat die niet te hoog is. Want is dat wel het geval, dan moet je veel harder drukken en staat uw gitaar al automatisch een klein beetje vals. Staat het te hoog, laat ze dan afstellen door iemand die er iets van af weet, of doe het zelf indien je denkt van ik kan dat. Dat is eigenlijk een vrij simpel gegeven. Dus de hoogte van uw kan, van uw nut hier van boven, ten opzichte van uw toetsenbord eigenlijk. Hoe hoger dat het is, hoe moeilijker bespeelbaar. Dus die afstelling daarvan is vrij belangrijk. Veel gitaren, zodra je die bespeelt, heeft er een van de snaren een soort bijgeluid, een soort sitaarachtig zinderend geluid. Hoe komt dat nu? Indien, als je dit gedeelte van je kam bekijkt, neem dat als dit gedeelte, zou je snaar eigenlijk hier, als dit de body is, dus je snaar hier moeten raken. Maar indien die bijvoorbeeld hier raakt, krijg je een soort zinderend geluid. Het is dus altijd belangrijk dat je, indien je je gitaar afstelt, je nut afstelt, dat je die naar beneden toe inzaagt. Dat het puntje waar je snaar raakt, hier zit. En niet in het midden of niet van achter. Ook belangrijk is dat, dat er geen frictie is van de snaar in de nut, dus in het topkammetje. En dat kan je eigenlijk gemakkelijk verhelpen door bijvoorbeeld een beetje in te zagen. Dat op die manier iets groter te maken. Naar beneden uiteraard. Dit is een vrij goede gitaar en heeft een benenkam. Je zal ook merken, gitaren die een plastic kam hebben, gaan minder goed gaan klinken. Vroeger gebruikte men ivoor, maar dat is ja, uit een boze. Gelukkig eigenlijk, want er zijn nog garmkes, niet meer zoveel olifanten. Ga eerst naar een goede muziekwinkel, haal u daar een stukje been. En dat is interessanter dan plastic. Je hebt een veel betere klankverhouding. De klank wordt veel beter doorgebracht, verder gebracht naar de gitaarhals eigenlijk. Bij deze gitaar, wat een zeer goede gitaar is, is zowel de topkam als de brug hier uit been. Dat is een vrij harde materie. En daardoor eigenlijk heel duurzaam en klinkt ook heel goed daardoor. Bij elektrische gitaren, heel goede gitaren, doe ik dat bijvoorbeeld Gibson, Les Paul of zo, durf ik wel altijd een benen topkam in te steken. Een heel klein, makkelijk hulpmiddeltje eigenlijk, voor een akoestische of een elektrische gitaar ook, is gebruik een beetje grafiet. Dus als je gitaar ergens blijft haperen, de snaar blijft haperen. Gebruik daar een beetje grafiet in. Grafiet is hetgeen wat je vindt in een potlood, bijvoorbeeld het zwart gedeelte van een potlood. Grafiet heeft de eigenschap dat het alle kleine oneffenheden die er zijn opvult en dichtmaakt. Dat schuift daar ook gemakkelijker in.